Welkom bij een nieuwe video van Wat eet je dan wel? Mijn naam is Suzanne en vandaag is het tijd voor een nieuw deel van Vegan in de supermarkt. Want ondanks dat het nog net komkommertijd is, een beetje, zijn er toch best wel veel nieuwe vegan producten verschenen in de supermarkt de afgelopen tijd. En ik heb een aantal gekocht en ik ga ze proberen vandaag en morgen. Dus ik ga het verspreiden over verschillende momenten. Ik ga je nu alvast wel laten zien welke producten het allemaal zijn. Als eerste deze. Deze heb ik al eens eerder laten zien op Wat eet je dan wel in een deel van Vegan in de supermarkt. Maar ik heb hem nog nooit eerder gezien. Dus nu zag ik hem in de Albert Heijn, dacht ik hey, meenemen, want ik ben er heel benieuwd naar. Dit is een soort filet americain, maar dan op basis van jackfruit. En dan een nieuwe pasta saus bij Albert Heijn. Arrabbiata met tomaat en chili. En dan deze ga ik zo meteen als eerste proberen. Dit is de nieuwe lunchsalade van Albert Heijn met zoete aardappel en hummus. En dan heb ik een aardappel ovenschaal in de smaak tomaat en paprika. Ben benieuwd. En dan in mijn Wat eet je dan wel tas. Ja, normaal doe ik niet echt limonades. Want eigenlijk de meeste limonades en zeker water met een smaakje zijn eigenlijk altijd wel vegan. Maar ik vond deze gewoon bijzonder klinken. Peercactus, bruiswater en er stond ook het vegan logo op. Dus ik dacht, ik ga hem gewoon proberen. Ik ben heel benieuwd. Voordat ik vegan werd, was ik heel erg dol op sultana's. Maar ja, dat is dus niet vegan helaas. Maar ze hebben nu twee soorten nieuwe sultana's. Wel een beetje apart, want de ene is met mango en wortel en de andere is met bosvruchten en rode biet. En dan sprak deze me nog het meest aan. En dan bij Jumbo, vegan shawarma. Ik weet niet zeker of dit echt nieuw is. In ieder geval is de verpakking helemaal nieuw. Het is een hele nieuwe lijn met verpakkingen bij de Jumbo. En dan, dit is een pasta. Het is een hele lijn van Bon Duel. Ze hebben ook andere soorten. En die bestaat voor 100% uit kikkererwten en mais. Het is glutenvrij. Ik ben gewoon benieuwd of dat lekker is. En dat was het alweer. Ik ga beginnen met deze. Ik ga eerst alles even terugzetten in de koelkast. En dan kom ik zo terug om deze te eten. Zo, ik heb even een glas gepakt en een vork, want ik ga die salade dus proberen. En ik ga ook deze proberen. Ik ben benieuwd. Ik heb ook dorst, want het is nog steeds erg warm. Het is nu donderdag. En ik dacht, die hittegolf is achter ons. Maar helaas, er waren nog een paar hele warme dagen aan vastgeplakt. En als je me langer volgt, dan weet je dat ik echt een gruwelijke hekel heb aan hitte. Alles boven de 25 graden sowieso niet kan waarderen. En ik heb ook echt twee helse weken gehad. Ik kan niet wachten tot het herfst is, echt waar. Ik ben echt een herfstmens. Oeh, het ruikt heel lekker. Het ruikt heel fris. Is het ook lekker? Ik weet niet of ik het blind zou proeven. Als ik nu een blinddoek op zou krijgen, dat ik zou kunnen zeggen dat het peercactus is. Ik haal de peer er niet echt uit. Apart. Het is niet wat ik dacht dat het zou zijn, maar het is wel lekker. De salade, daar. Het vind ik ook bijzonder om het zo te zeggen, want het zijn ingrediënten die ik zelf niet zou samenstellen bij elkaar. Er zit in zoete aardappelen met hummus, oké, dat is lekker. Met linzen, appel, bosui, koriander. Koriander, daar ben ik geen fan van. Curry madras dressing. Oh, ook kokos ook. Er zit echt van, het is een soort achtbaan van smaken. Ik denk niet dat ik het lekker ga vinden, maar toch was ik benieuwd. Want ik vind deze kleine bakjes met lunchsalade ideaal bij de Albert Heijn. Alleen ben ik nu echt zo klaar met die smaken die er al zijn. Die heb ik echt te vaak op. Die zijn wel lekker. Alleen ben ik er gewoon helemaal op uitgekeken. Dus het ruikt goed. Zo ziet het eruit. Het ziet er goed uit. Oké. Gelukkig. Ik vind het niet vies. Sterker nog, ik vind het lekker. Ik had het niet verwacht, zoals ik al zei. Heel apart. Het is ook wel een beetje herfstig al. Ook hoe het eruit ziet. Nee, ik proef geen kokos, gelukkig. We zitten wel in, maar ik ga deze lekker opeten als lunch. En dan ga ik straks met het avondeten weer een aantal andere van die producten uitproberen. Dus tot straks. Het is nu iets over 7 en ik heb best wel trek. Dus ik ga beginnen aan het avondeten. Ik ga vanavond deze aardappeltjes proberen van Albert Heijn. En de smaak tomaat en paprika. En het leek me wel lekker om dat te combineren met de vegan shawarma van de Jumbo. Nou kan je dat gewoon natuurlijk op een pita broodje doen zoals ook hier afgebeeld staat. Met sla en knoflooksaus en zo. Maar zoiets heb ik gisteren al gegeten. En ja, ik wil ook wel wat leukers dan dat maken ermee. Dus denk ik dat ik een bol ga maken met van alles wat. Deze gaan 20 minuutjes de oven in op 200 graden. Heel handig, je kan gewoon dit bakje gebruiken. Je hoeft alleen maar de folie eraf te halen. Dat scheelt weer afwas. En
Ik heb wat bloemkool had ik liggen. En dat heb ik gekruid met van alles wat. Chilipoeder, komijn, knoflook, peperzout. Daar heb ik wat olijfolie overheen gedaan en dat gemengd. En dat gaat nu ook de oven in. Ongeveer even lang, schat ik in. Dus dit gaat samen de oven in. Dat wordt super lekker. Het is klaar. Het is heerlijk geworden. Die aardappeltjes, ik heb er al eentje geproefd. Echt heel erg lekker. Wauw, het is echt een aanrader. En wat ik het voordeel vind, is dat je het in de oven bereidt. Je hebt geen gespetter in de pan of zo. Je gooit het gewoon in de oven en 20 minuten later is het klaar. Perfect. Ik heb een heerlijke bol gemaakt. Daaronder zit ijsbergsla. En dan een paar van die aardappeltjes. Wat shawarma, olijf, witte kaas. Komkommer, cherry tomaatjes. En dan eroverheen een klein beetje tahin, oftewel sesampasta. En ik vind het echt heerlijk eruit zien. Het ruikt heerlijk. Dus ik ga lekker eten. Nou, die vegan shawarma bowl vanavond was een groot succes. Ik vond het erg lekker. Zeker in combinatie met al die lekkere dingen. Die aardappeltjes uit de oven waren echt een aanrader. Die ga ik zeker vaker kopen. Ik ben ook benieuwd naar de andere soort knoflook, rozemarijn volgens mij. En die bloemkool was heel erg lekker. En natuurlijk die shawarma was ook super goed. Dus alles bij elkaar heerlijk gegeten. Ik ga nu voor een hele grote kop chai latte. En ik ga deze proberen. Is het zo lekker als ik me kan herinneren toen ik nog vegetariër was? Toen had ik echt vaak sultana's. In zo'n verpakking zitten er 5. Maal 3. Dus 5 van die pakjes met 3 stuks. En de smaak is dus mango wortel. Het ziet er gewoon echt uit natuurlijk als een sultana zoals ik mij kan herinneren. Mango wortel. Het zal aan mij liggen, maar ik haal het er niet uit. Hij is wel een stuk minder knapperig dan ik mij kan herinneren dat de originele sultana's of de non-vegan sultana's zijn. De smaak is prima. Ik ben ook wel heel benieuwd geworden eigenlijk naar die andere, naar de rode biet en bosvruchten. Aanrader. Ga ik nu heerlijk genieten van mijn chai latte en YouTube. Ja, ik ga denk ik lekker op de bank met YouTube. Ik ga jullie morgen weer zien, want dan ga ik mijn lunch maken met de, ik kijk er nu naar, met de Bon Duel kikkererwtenpasta en de pastasaus van Albert Heijn. Ik ben echt benieuwd, dat ga ik morgen als lunch eten. Tot morgen. Inmiddels is het vrijdagmiddag en het is lunchtijd. Ik ga deze pasta proberen en deze pastasaus. Deze pasta hoeft maar 6 minuten te koken, dus daar gaan we. Nou, de pasta is klaar. Het moest exact 6 minuten koken. Dat heb ik gedaan. En het ziet er gewoon eigenlijk uit zoals gewone pasta. Alleen is het dus glutenvrij. Dus ideaal als je een glutenallergie hebt. Of je wil gluten gewoon vermijden. Het smaakt wel anders en het is wat zachter, heb ik het idee. Maar ik vind het ja, prima. Het is lekker. En de saus is ook lekker trouwens. Heel pittig, dat wel. Ik denk niet dat je dit aan een klein kind kan geven. Dit is wel heel pittig hoor. Je moet hier wat tegen kunnen. Oeh, hij is heel pittig. Er zit behoorlijk wat chili in volgens mij. Ja, en de volgende keer zou ik natuurlijk wel allerlei groenten erin doen. En misschien wat vegan gehakt bijvoorbeeld. Maar voor nu om te proeven vind ik het echt al zeer geslaagd. Ik ga er wel wat parmezaanse baas overheen doen. Zo noem ik mijn vegan parmezaanse kaas. Ik zal hieronder het recept linken. Daar doe ik er wel wat overheen. Voor wat meer smaak. Nou, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond en tot de volgende video. Doeg!